De criminaliteit in het land baart enorm veel zorgen, benadrukte NDP-parlementariër Rabinder Parmisser gisteren in de Nationale Assemblée tijdens een openbare vergadering. Parmisser wees erop dat er geen veiligheidsgevoel is in het land en vindt dat het beeld dat de minister van Justitie en Politie schept over de criminaliteit en veiligheid afwijkt van de realiteit. Dagelijks vinden er nog steeds brute beroevingen en overvallen plaats. Worden vrouwen en meisjes verkracht en worden vele andere gevallen ons gerapporteerd. We vragen steeds naar de relevante statistieken, maar die krijgen we ondanks herhaaldelijk vragen niet. De regering ontloopt haar verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsplicht. Daarnaast ontbeert de politie de nodige equipment en tot overmaat van ramp ook zelfs, horen we, zelfs benzine om uit te rijden, voorzitter. Er zijn bij het aantreden van deze regering honderden politieambtenaren ontrokken om friends en family te beveiligen. Recentelijk zijn er plusminus 100 militaire politieagenten, noemt u maar op, gestuurd naar Haiti. Waar liggen de prioriteiten van de regering? Onze eigen mensen hier in Suriname en hun haven en goed genieten meer prioriteit. Gayadin vraagt dat de regering alles in het werk stelt om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te doen wederkeren. VAP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin wees op de zaken die het veiligheidsgevoel doen afnemen. En we zien terecht dat er een situatie heerst bij de verschillende posten, politieposten, dat er of er geen brandstof is, dan is er geen voertuig en dat is onkan. Voorzitter, we vragen de regering dat daarom daaromtrent wel duidelijkheid komt, zeker met betrekking tot de faciliteiten voor de veiligheidsvoorziening. De DNA-leden spraken gisteren voor de behandeling van de ontwerpswet, houden de wijziging van de wet ter voorkoming van bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering.